Hey, dag lieve vrienden, hoe is het daar? Hier is het hartstikke lekker. Ah, nieuwe week, nieuwe kansen. Wat zit er dus onder het doosje? Wat heeft ons zachtbeetje opgestuurd? Ik zou het niet weten. Laten we even kijken. Waarom niet? Waarom wel? Waarom niet? Omdat we er toch zijn. Oké. Ah, bier! Godverdomme, alcoholvrij bier. Alcoholvrij bier. Ik vind het net zoiets als vrouwen zonder borsten. Maar goed, dat mag je tegenwoordig niet zeggen, want dan ben je een seksist. Maar, laten we wel wezen. De kwaliteit van alcoholvrij bier is in de afgelopen pak een beetje tante gereed, jaar of 3, 4, enorm vooruit gegaan. Voorheen was het niet te zuipen. Er stond erop alcoholvrij bier, je nam een slok en je dacht, dit is geen alcoholvrij bier. Dit is geitenpis met prik. Tegenwoordig komt het steeds dichter in de buurt van bier. Ik kan een leuke anekdote vertellen als jullie het willen horen. Oh, jullie willen het horen. Leuk. Een tijdje geleden, ik had al aardig wat genuttigd. Kwam ik bij een vriend langs waar we nog gezellig een avondje doorgingen. En ik heb daar een zootje bier weggesopen. Maar dat ik op een gegeven moment dacht, heel grappig, hoe meer ik drink, hoe nuchterder ik word. Zat ik toch de hele avond 0.0 te zuipen? Had ik natuurlijk niet in de gaten. Ik was niet zo op mijn scherps meer. Maar zo goed nagemaakt al dat je niet eens merkt eigenlijk. Tenminste, als je al in de olie bent. Maar ik ben nu helder. Dus we gaan proeven. Wat hebben we hier? Warsteiner alcoholvrij. Je kan heel veel over die Duitsers zeggen. Maar bier maken kunnen ze zeker wel. Grols 0.0. Ook goed. Ik hou best wel van een Grols biertje. En Heineken 0.0, eigenlijk is dit denk ik de meest geschonken 0.0. We gaan gewoon proberen, jongens. En ik beloof dat ik niet ga zeuren dat er geen alcohol in zit. Want ja, dat weten we nou wel. Waarschijnlijk krijg ik nu weer allemaal berichten van ach, meneertje heeft niet eens een behoorlijk bierglas thuis. Dat klopt, want bier drink je als een kerel uit het flesje of uit het blikje, maar niet uit een glaasje. Wijn drink je uit een glaasje, bier drink je gewoon uit een flesje. Maar omdat we een beetje de review chic willen houden, doe ik het nu wel in een glaasje. Omdat we ook de kleur kunnen zien en zo. Oh Jan, heb je alleen maar een blik opener en geen gewoon opener? Ja, dat klopt ook. Godverdomme. Oh, dat is gewoon een draaidopje. Au. Heb ik ook nog een leuke anekdote over. Willen jullie die horen? Oh ja, die wil je horen, mooi. In een kroeg waar ik was, overigens ook weer redelijk in de olie, werden er twistertjes Heineken verkocht, dus de draaidopjes. En dan had dus die lul van een herbergier, had er één gewone tussen gedaan. En die kreeg ik dus. Toen heb ik zo vredelijk staan te rukken en te draaien aan het dopje, dat er 6 sneeën in mijn hand zat en ik bloedde bijna dood. Nou ja, leuke anekdote. Hoppatee. Grols. En dan de Warsteiner. Hap, 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 hap. Wat opvalt, en heb ik het natuurlijk niet over dat de schuimkragen minimaal zijn, dat komt gewoon omdat ik vette glazen waarschijnlijk, is dat de Warsteiner alcoholvrij bier geel is en dat die van Heineken en Grols meer oranje zijn. Details, ook opletten. Ik begin met de Duitser, ik begin met de Warsteiner. Warsteiner is met alcohol een prima pilsje. Dus laten we eens kijken hoe het is zonder. Het is. Het is duidelijk alcoholvrij bier. En nu begin ik niet alsnog te zeuren hoor. Maar je weet duidelijk dat dit geen echt bier is. Het is mij een beetje te, ja, hoe noem je dat, te gekruid. Je krijgt er een beetje zo'n dikke slijmlaag in je mond van. Bier is ooit uitgevonden als vervanging van water, omdat het water gewoon te goor was om te drinken. Dus deden ze een beetje alcohol bij, hè? Gingen ze een beetje zo doen. En dan kon je dat gewoon drinken zonder dat je doodging. Enfin, wat betekent dus dat je bier als water moet kunnen drinken. Dus doordrinken. Nou, ik zal je vertellen. Ik heb nu 2 slokken Warsteiner alcoholvrij op. En ik heb al een beetje een blikkerbek. Het smaakt een klein beetje metalig.
Wat natuurlijk heel raar is, want ik weet ook wel dat er helemaal geen metaal aan te pas komt. Liever gezegd, het is Duits bier en dat mag alleen maar gebrouwen worden met het Reinheitsgebot. En een Reinheitsgebot betekent namelijk dat er alleen maar natuurproducten in zitten. 4. Water, gerst, hop en mout. Ze verschrikken. Fris biertje, heel erg alcoholvrij. Grols. Oké. Okay. Nu staat Grols natuurlijk ook al bekend als in zijn gewone bier. Als een, laten we zeggen, erg kruidig biertje. Zei ik nog net dat deze van de Warsteiner kruidig was. Nou, dan is dit zeg maar zo'n beetje een kruidenbittertje. Het is qua smaakbeleving komt het wel bij een Grols biertje. Edoch vind ik het gewoon heel erg kruidig water. Ik vind het wel meer bier dan deze. Mijn lievelingsbier. En dan zullen alle echte bierliefhebbers helemaal gek worden waarschijnlijk. Is gewoon Amstel uit de tap. Gewoon lekker koud en op in je keel. En, maar even een beetje. Hou deze hoek van de bar nog maar even extra nat. De Heineken 0.0 die staat al zo lang open dat het nu lijkt alsof oom Henk zijn ochtendplasje heeft gedaan. Maar dat mag de pret niet drukken, want het gaat immers om de smaak en niet om de schuimkraag. Even een boertje. Want dat krijg je ervan als je te veel en te snel alcoholvrij bier drinkt. Amen, daar gaat-ie. Na het drinken van de Grols is dus de drinken van de Heineken 0.0 alsof je gewoon niet zeggend bier aan het drinken bent. Deze heeft zoveel kruiden, zoveel smaak en deze... Dit is gewoon alsof je bier drinkt. Dat hebben ze toch wel aardig gedaan bij Heineken. Heineken 0.0 is nou bier dat als je mij dat gewoon in een glas geeft, dat ik niet gelijk in de gaten heb dat ik alcoholvrij zit te drinken. Waarschijnlijk na een stuk of 5 en ik zit nog steeds helder te praten en iedereen denkt van wat is er met hem aan de hand. Dan pas kom ik erachter dat dit alcoholvrij is. Waar je bij deze zeker weet dat het alcoholvrij is, waar je bij deze iets hebt van jezus wat een ontzettende rare, bittere, kruidige smaak heb je bij deze. Oh, lekker biertje. Ja, doe er nog maar één. Tijd voor de cijfertjes. De Warsteiner scoort lager dan ik had verwacht. Want Warsteiner is normaal een goed biertje. Ik vind de alcoholvrije Warsteiner heel erg alcoholvrij. En dat is niet helemaal de bedoeling, mijn inziens. Ja, of je moet gewoon geen bierliefhebber zijn en dit als frisdrank zien. Deze krijgt van mij een 5. Het is te blikkerig. Het smaakt naar metaal. Het is niet best. Grols 0.0 krijgt van mij een 6. Komt in de buurt van bier. Edoch, veel en veel te, ja, hoe noem je dat nou? Ik noem dat het kruidig, maar het is gewoon te moeilijk. De smaak is gewoon te moeilijk. Pils is niet moeilijk. Pils is makkelijk. Pils is water. En dit is kruidennat. De winnaar is Heineken 0.0. Heineken 0.0 is alcoholvrij bier. Terwijl je denkt, lekker biertje, niks meer aan de hand. Je kan dit gewoon drinken zonder dat je doorhebt dat je geen alcohol gebruikt. Absolute winnaar, Heineken 0.0. En die krijgt nou weer een dikke 8. Gefeliciteerd Heineken. Dat gezegd hebbende vind ik nog steeds dat alcoholvrij bier hetzelfde is als vegetarische hamburger. Dat was nooit de bedoeling. Het is gewoon niet de bedoeling. Maar goed, als je moet rijden, moet je ook niet drinken. Dus dan moet je gewoon lekker aan de 0.0. Nou, dag!